Het was op een dag in januari, in Rotterdam op Kaat en Drijf. Toen heeft haar knul, de blonde Arie, haar voor het laatst gedag gezegd. Hij had gemonsterd op de vrede, voor 7 weken uit en thuis. Nou is het 7 jaar geleden, en nog kwam Arie niet naar huis. Doet zij een boodschap voor de heren, smeert zij hem naar het Willemsplein. Om daar vol angst te informeren, wie er weer bijgekomen zijn. En altijd schepen, vreemde vrouwen, zij ziet matrozen blond en blij. Daar dan hun pleurzakken sjouwen, maar die zij zoekt is er niet bij. Vaak wordt zij s'avonds aangeslagen, als zij daar aan de kade staat. Soms durft een kerel haar te vragen, of zij met hem eens dansen gaat. Ben zoiets zeker dan haar handen, maar als het een zeeman is die vent, dan vraagt ze hunkend van verlangen, of die de Arie heeft gekend.